Heel hartelijk welkom bij dit online event van Wycliffe Bijbelvertalers. Fijn dat je op de plek waar je bent meekijkt, alleen of met mensen om je heen, in deze week waarin we eerst het Pinksterfeest hebben gevierd en mogen stilstaan bij dat wat God gedaan heeft in de harten van de discipelen en van heel veel mensen, bedoeld onder andere om dat woord van God te verspreiden over de hele wereld. Mijn naam is Jurriën ten Brinke, ik praat je vanavond door dit programma heen. We richten ons op Congo, de Democratische Republiek Congo. Afgelopen week veel in het nieuws geweest vanwege een vulkaanuitbarsting in een ander gebied dan waar Wycliffe werkt. Uiteraard gaan we daar straks wel voor bidden. Ik ga je laten kennismaken met mensen die in Congo werken en iemand die uit Congo komt. Natuurlijk praten we met de directeur van Wycliffe, Bram. En we luisteren naar woorden van Henk Binnendijk en muziek van Christian Verwoerd. Wycliffe werkt op meer plekken dan in Congo, maar zoals gezegd, we zoomen daar vandaag op in en ik hoop dat het je inspireert op de plek waar jij mag wonen, mag leven of hoe je mee kunt leven met mensen die waar dan ook in de wereld bij Bijbelvertaalwerk betrokken zijn. Als je slechthorend bent, dan verwijs ik je graag even naar de website van Wycliffe, want op wycliffe.nl/event is een gebarentolk aanwezig zodat je dit programma mee kunt maken. En ten slotte, uiteraard kun je ook meepraten in de chat. Kom gerust met je opmerkingen, met je vragen. We zullen proberen daar nu of op een later moment goed mee om te gaan. Volle vaart vooruit. Zo hebben we dit genoemd, want God is aan het werk in Congo. Eerst gaan we samen zingen. Zijn trouw, zijn grootheid en zijn goedheid in onze levens. En dat doen we omdat God degene is die een God van overvloed is. Ik moest denken aan Romeinen 15, vers 13. Mogen God, die ons hoop geeft, dat is wat hij dus al doet, u, maar ook de mensen voor wie we Bijbelvertaalwerk doen, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en met vrede. Ik hoop dat dat vandaag gebeurt. In je hart, dat je verwonderd raakt over wat je hoort, zodat uw hoop overvloedig zal zijn, overvloedig, meer dan je kunt bedenken dus, door de kracht van de Heilige Geest. Dat gebeurt met het woord van onze God. Groot is uw trouw. Zonde en uw nabij.
Groot is uw trouw, Heer. Groot is uw trouw, Heer. Iedere morgen aan mij weer betoon. Al wat ik nodig had, hebt gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoon. Groot is uw trouw, o Heer, ja, groot is uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan mij weer betoon. Al wat ik nodig had, hebt gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Ja, groot is uw trouw, o Heer, aan mij Groot is uw trouw, o Heer. Ik hoop dat je het thuis meegezongen hebt. Prachtig lied. En dat geldt zeker ook voor het feit dat we op dit moment in meer talen dan ooit Bijbelvertaalwerk is gestart. Vandaag gaan we inzoomen op een van de landen waar dat veel gebeurt. En dat is Congo. Een heel groot land, 69 keer zo groot als Nederland. Een land in Centraal-Afrika waar meer dan 200 talen gesproken worden in allerlei verschillende gebieden, provincies, plekken waar je soms nauwelijks kunt komen. Bij mij op de bank zitten Bram van Grootheest, directeur van Wycliffe, Bijbelvertalers en Pacifiek. Jij komt uit Congo, je woont hier in Nederland en ik wil graag met jou beginnen. Eerst maar eventjes, wie is Pacifiek? Pacifiek is een moeder van één zoon, van 3 jaar. Ik kom uit Congo. Ik ben hier in Nederland bijna 9 jaar. Ik woon in Zwolle. En ik voel me veilig. Nee, dat is niet onbelangrijk. Ja. 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 Want jij woonde natuurlijk tot 9 jaar geleden in Congo. Klopt. Maar zeg je dan eigenlijk nu dat het daar niet veilig was? Helemaal niet. Mijn land was niet veilig. En nog steeds, ook nu, is het niet veilig. Er gebeurt heel veel dingen. Ellende, oorlog, burgeroorlog, elke dag. Dus we bidden voor God om een oplossing voor ons te brengen. Mm-hmm. Ja. En dat is ook de reden dat jij destijds naar Nederland bent gekomen? Inderdaad, daarom ben ik hier in Nederland terechtgekomen. Ja. Omdat ik niet veilig was. Nee. Ja. En veiligheid is natuurlijk een van de belangrijkste dingen voor een mens. Klopt, ja. Heb jij altijd wel het gevoel gehad dat God voor je zorgde en je beschermde? Of is dat nu pas gekomen? Nee, het is ook van toen. Ik ben in een christelijke familie opgegroeid. Mijn groepentaal is echt bekend zoals christelijk. Christenen. Mm-hmm. En we geloven in God en we voelen elke dag Jezus dicht bij ons. Hij beschermt ons. Hij heeft ook mij persoonlijk beschermd. En daarom ben ik hier nu vandaag. Ja, daarom leef je nog. Ja, ja, daarom leef ik nog. Ja. Ja. Bram, als jij dit zo hoort, Congo, wat is dat voor land? Even vanuit jouw perspectief als directeur van Wycliffe. Ja, voor mij is Congo het moeilijkste land waar we werken. Als je het hebt over puur fysiek, zeg maar.
Het is wat je al zei, het is moeilijk, sommige gebieden zijn heel moeilijk bereikbaar. Eigenlijk de meeste provincies zijn moeilijk bereikbaar. Vanaf de 90 jaren een burgeroorlog die nog steeds niet over is. Veel trauma, mensen hebben het gewoon moeilijk. Mensen hebben dan ook de aandacht voor het dagelijks leven nodig. Het is een land om te overleven, zeg maar. Daar zitten mensen echt in een overlevingsmodus. In de afgelopen decennia is er van Bijbelvertaalwerk weinig terechtgekomen. Terwijl het wel een land is met heel veel talen. En waar heel veel nood is voor Bijbelvertaalwerk. Maar het kwam gewoon niet van de grond, omdat de oorlog de aandacht vroeg. En mensen zijn getraumatiseerd. We hebben ook traumaverwerkingsprogramma's opgezet recentelijk. Ja. Om mensen te helpen om daarmee te dealen. Je doet meer dus dan alleen Bijbelvertaalwerk. Want je wil ook de mogelijkheid bieden voor mensen om daadwerkelijk met het woord van God bezig te gaan op een manier die ook hun hart raakt. In plaats van dat ze door de zorgen bezet zijn. Hoor ik je dat zeggen? Klopt. Hoe kun je anders het leven oppakken als je niet vrede krijgt? Als je maar in het trauma blijft zitten. Ja. Ja. En dan is het heel mooi als je de Bijbel begrijpt. En begrijpt wat God tot je te zeggen heeft. Ja. Ja. Was dat specifiek voor jou een ding? Had jij een Bijbel in je eigen taal in Congo? Eigenlijk niet. We hadden geen Bijbel in onze eigen taal. We lezen gewoon andermans talen. Het Frans, Swahili. Soms ook gebruiken we andere Bijbels van onze burenlanden, zoals Burundi en Rwanda, maar niet echt de eigen Bijbel. Dus dat verlang ik echt om een Bijbel in mijn eigen taal te hebben. Ja, want die is er nog steeds niet. Nog steeds niet. Nee. Daar hebben wij nog steeds niet. Waarom is dat zo belangrijk voor jou, een Bijbel in je eigen taal? Want je spreekt die andere talen ook, volgens mij, toch? Ja, als ik zeg een eigen taal is eigenlijk een mens. Dan ben je iemand als je in jouw eigen taal, in jouw harttaal spreekt. Ik geloof dat het heel belangrijk is dat God weer echt met de mensen persoonlijk, individueel communiceren in jouw eigen taal. Want God spreekt heel veel woorden. Yeah. Ik heb een vers in de Bijbel gehaald. In Johannes is echt een bekende woord. Johannes 3:16. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus God heeft de liefde voor de hele wereld. Mm-hmm. En de hele wereld betekent iedere mens, iedere individu, iedere taal. Dus daarom vind ik dat het belangrijk is om echt een Bijbel in jouw eigen taal te hebben. Ja. Ik gun je heel erg dat je dat nog gaat meemaken, Pacifiek. Dat de Bijbel in jouw taal is. En dat je aan je zoon mag voorlezen. Klopt. Uit je eigen taal. Ja, dat is ook belangrijk. Ik praat ook nu met mijn zoon in mijn eigen taal. Ja, dat vind ik heel goed. Hij is hier geboren. Hij spreekt ook goed Nederlands, maar ik vind het prachtig als ik met hem in mijn eigen taal communiceer. Ja. Bram, kun jij daarvoor zorgen? Nou, Jurien, ik ga het niet redden. En ook Wiklif Nederland gaat het niet redden. Nee. Als je dan denkt dat wereldwijd dat er 1,5 miljard mensen geen Bijbel hebben in hun eigen taal, in hun eerste taal. Anderhalf miljard. Ja. Dat is een enorme hoeveelheid mensen. En dat gaat over heel veel talen. Als je in Congo kijkt, was 5 jaar geleden was er een vergadering van kerkleiders. En de kerkleiders besloten van in 100 talen moet wat gebeuren. Waar nu nog niks gebeurt, moet vertaalwerk starten. 100 talen in Congo? In Congo. Mm-hmm. Van die 200 talen, 100 talen die nu prioriteit hebben. Maar toen wij dat horen, waren we heel blij met het enthousiasme. En tegelijk dachten we van, hoe krijgen we het voor elkaar? Mm-hmm. Nou, wat ik al zeg, van één organisatie kan dat niet. Vanuit Nederland kunnen we dat niet ondersteunen. Dat is gewoon te veel. En toch is er wat gebeurd. Wij waren zelf uiteraard werkzaam in Congo. We hebben daar mensen zitten. Maar wat de afgelopen anderhalf jaar, zelfs in coronatijd moet je nagaan, de afgelopen anderhalf jaar gebeurd is in Congo, dat is echt een wonder.
Er zijn mensen opgestaan, die hebben initiatief genomen om talen te gaan bezoeken en een programma te maken. Er zijn nu in het noorden een groep van 9 talen gestart. Iets naar het zuiden een groep van 8 talen gestart. Wacht even. Jij zegt er zijn mensen opgestaan. Wat bedoel je dan? Het initiatief komt bij de kerken vandaan. Mensen hebben het verlangen om de Bijbel naar de mensen toe te brengen. We zullen daar later ook nog even wat over horen van collega's uit Congo die daarover vertellen. Mensen hebben het verlangen dat de mensen de Bijbel kunnen begrijpen en dicht bij hun komt. Ja. Het zijn de Congolezen zelf die opgestaan zijn. En dat is het mooie. Daarom noem jij het wonder in Congo. Ja, ja. Dat hadden wij 2 jaar geleden niet kunnen bedenken. Dat er zoveel initiatieven zouden ontstaan in Congo. Dat is wel bijzonder. Na zoveel jaren, hè? Zoveel jaren dat er niks gebeurde, ja. Dat het er nu ineens gaat gebeuren. Het verlangen van de Heilige Geest in de harten van mensen vindt echt plaats en het roept een Bijbel willen hebben op. Ja, klopt. Gods woorden. Ja. En als ik dan denk aan de toekomst van hoe kunnen we al die talen helpen, zeg maar, ondersteunen, dan is dat te veel om over na te denken. Ik zie dat zo niet voor me. En tegelijkertijd denk ik van, de Heere God heeft het gegeven, dat deze mensen dat verlangen hebben. En dan komt het ook goed. Nou ja, als de Heere God dat verlangen heeft gegeven, dat wonder heeft gedaan, dan moet hij misschien ook zelf maar de vervolgstap zetten. Ja. Wat zou jouw droom zijn, jouw verlangen voor Congo? Durf je, mag je tijdspannen zetten? Dat je dan zegt van nou in 2025 of 2030? Of is dat eigenlijk niet verantwoord bij dit werk? Nou, we hebben een droom dat iedereen een Bijbel kan lezen in zijn eigen taal. Ja. Dat is onze grote droom en dat is die hebben we van God ontvangen. Dat geloven we echt. Tegelijkertijd is het gewoon heel veel werk. Als ik kijk dat we nu in Congo in 80 talen aan het werk zijn. En dat er nog 60 talen wachten op een project. Dan denk ik van, dat is heel veel werk. Maar als ik zie hoe God aan het werk is in de afgelopen 2 jaar. Hoeveel mensen hij in beweging gezet heeft. Dan is het mogelijk. Ja. Ja? Omdat hij erbij is. Nou, ik proef ook echt die verwondering bij. En dat vind ik wel heel mooi. Want ik stel me dan voor, je zit op kantoor van Wycliffe. En op dit moment kon je allemaal niet zoveel reizen. Het overkomt jullie ook een beetje dus, als ik het goed zie. Klopt, ja. We hebben 1,5 jaar niet kunnen bezoeken. En mensen zijn samen gaan werken. En mensen hebben de handen uit de mouwen gestoken. En het gebeurt. In Congo. Ja. Ja. Zonder dat wij daarheen konden. Nou, dan denk ik van mooi. Prachtig. Heel bijzonder. Ja. Pacifiek. Het gaat echt gebeuren, volgens mij, als ik het zo hoor. Nou, gelukkig. Ik ben er heel blij erom. Ja. Ja. God werkt door. Hij is almachtig. Niks is onmogelijk voor hem. Nee. Dus ik ben heel blij mee. Geweldig mooi. Wij gaan straks nog luisteren naar een verhaal van dit moment uit Congo. Maar eerst wil ik je de gelegenheid geven om te bidden. En als ik dit verhaal zo hoor, eerlijk gezegd ook vooral om te danken. Stel voor dat we dat doen. Ik zal het voortouw nemen en een aantal woorden spreken om de Heere God te danken. En daarna zal er wat zachte muziek zijn en mag je mee danken, mee bidden. Op je plek thuis met de mensen met wie je kijkt en als je alleen bent, alleen. Om God de eer te geven voor dat wat hij aan het doen is in Congo. Zullen we danken en bidden? Heer onze God, dank u wel dat u in harten van mensen werkt. Dat u bent begonnen, dat u een verlangen hebt opgewekt zoals Bram ons vertelde. En dat het verlangen van Pacifiek en van zoveel andere mensen om de Bijbel in hun eigen taal te krijgen en te hebben, Dat het werkelijkheid aan het worden is. We loven en prijzen uw naam daarvoor. En we bidden voor een ieder die zich inspant om dat op een professionele manier, op een goede manier te doen. Om dat woord van u, ik ga het toch maar zo zeggen, aan de man te brengen. Om het te vertalen. Om het een plek te geven. In de dorpen, in de communities, in de provincies. Daar waar welke taal dan ook gesproken wordt. En tegelijk bidden we u, Heer. Geeft u de werkers en de arbeiders? Wilt u dat verlangen in nog veel meer mensen opwekken? Zodat ze daadwerkelijk aan de slag mogen om in het mooie werk betrokken te zijn. Neem maar de tijd om in je eigen woorden de Heere God te danken en te bidden.
U verlangt naar een woning in de kamers van ons hart. Naar een plaats van aanbidding voor eerbied en ontzag. Waar u maaltijd met ons houden kunt en uw geest de ruimte krijgt. Waar liefde alle ruimtes vult en waar zegen wordt verspreid. O, hier is ons leven, maak het een tempel tot uw eer. Ja, hier is ons leven, ontsteek uw heilig vuur in ons hier. Laat het uitslaan om ons heen, zodat de wereld ziet dat u leeft en uw naam door ons heen verheerlijkt wordt. Naar een woning in de kamers van ons hart. Naar een plaats van aanbidding voor eerbied en ontzag. Waar u maaltijd met ons houden kunt en uw geest de ruimte krijgt. Waar liefde alle ruimtes vult en waar zegen wordt verspreid. O, hier is ons leven, maak het een tempel tot uw eer. Hier is ons leven, ontsteek uw heilig vuur in ons hier. Laat het uitslaan om ons heen, zodat de wereld ziet dat u leeft en uw naam door ons heen verheerlijkt wordt. Hier is ons leven, maak het een tempel tot uw eer. Hier is ons leven, ontsteek uw heilig vuur in ons hier. Laat het uitslaan om ons heen, o, zodat de wereld ziet dat u leeft en uw naam door ons heen verheerlijkt wordt. En uw naam door ons heen verheerlijkt wordt. Kent u dat verhaal van dat echtpaar? Ze woonden in een heel armoedig huisje. Ze hadden het arm. Ze hadden één zoon en die was geëmigreerd naar Amerika. En die had het daar heel goed gedaan. Die was schat en schatrijk geworden. En op een dag kwam er iemand op bezoek bij dat echtpaar. En die begonnen meteen over hun zoon te vertellen, want daar waren ze zo enthousiast over. Zo'n lieve jongen en hij maakt het zo goed en hij is zo rijk. Dus die bezoeker die vroeg op een gegeven moment, is die echt rijk? Ja. En stuurt hij u wel eens geld? Jij zegt, geld? Waarom? We hebben het toch goed hier? Ja, maar
als ik om me heen kijk, sorry, ik wil u niet beledigen, maar dan heb ik toch wel de indruk dat u niet echt rijk bent, dat u weinig hebt om uit te geven. Stuurt u nooit een keer bijvoorbeeld een bankbiljet? Schrijft u wel? Ja, hij schrijft altijd, elke maand een keer. Zit er nooit een bankbiljet in de brief? Nee, maar dat willen we ook helemaal niet. Het gaat toch goed met ons zo? Ja, maar heeft hij nooit iets in een brief gedaan? Al die jaren niet? Nou, ja, er zit wel wat in. Een of ander formuliertje, maar dat is in het Engels. Dat kunnen wij dus niet lezen. Dus wat het is, weten we niet. Maar we hebben ze wel bewaard. Allemaal. Ze zitten in een grote koektrommel. En we denken, nou ja, we vinden het toch wel leuk, want het is van onze zoon. Dus dat willen we gewoon ook wel bewaren. En toen zei die bezoeker, mag ik die koektrommel eens zien met al die formuliertjes die erin zitten? En dat werd op tafel gezet, zat helemaal vol. En dat bleken allemaal postwissels te zijn. En hij zei, ja, maar u weet niet wat dit is, maar u kunt elke maand, als u zo'n ding krijgt, naar het postkantoor gaan en krijgt u een geweldig bedrag. Moet je eens kijken hier, heb je er een van $100, eentje van $200. U zou heel veel rijker kunnen zijn als u die dingen naar het postkantoor brengt. Ja, dat hebben wij nooit geweten. Wij konden het niet lezen, we wisten niet wat het was. Als ik u nou vraag, vindt u dat dom? Dan vindt u dom, hè? Ik ook. Dat is, ja, och, oude mensen, dus laat maar zitten. Ik ben zelf ook oud inmiddels, dus ik weet wat het is om dom te zijn. Maar het is, ik vind dit toch ook wel dom. En er is nog iets wat ik noemen wil, wat ik ook erg dom vind. Ik zal u dat proberen uit te leggen. De laatste jaren heb ik vaak in een samenkomst dat ik aan de mensen vraag, dat zijn allemaal mensen die komen op het evangelie af, wie van u leest er elke dag een kwartier in de Bijbel? Dan zeg ik, oké, u slaat wel eens een dag over, maar in principe elke dag minstens een kwartier in de Bijbel lezen. En ik bedoel niet een Bijbels dagboek, dat is allemaal prima. Ik bedoel ook niet een Bijbelstudieboek. Ik bedoel ook niet dat u een uur op internet zit te luisteren naar een preek. Ik bedoel in de Bijbel lezen. Wie van u elke dag een kwartier? Wilt u uw vingers omhoog steken? Dan gaan aarzelend een aantal vingers omhoog en ik tel ze altijd. Als er 500 mensen voor me zitten, kom ik ongeveer op 20 die hun vinger omhoog steken. Als er 100 voor me zitten, zijn er een stuk of 4, 5 die hun vinger omhoog steken. Dat betekent dat we nooit boven de 5% komen. En dat wil zeggen dat 95% van de, ja, moet ik dat nou christenen noemen of niet-christenen noemen? Laat ik maar positief zijn. 95% van de christenen in Nederland niet eens elke dag een kwartier in de Bijbel leest. Wij worden in de Bijbel genoemd de bruid van Christus. Je zult een bruid hebben waar 95% van die mensen niet eens een kwartier in de Bijbel leest. Je zult een partner hebben die per dag nog niet een kwartier de tijd voor je heeft. En dat is ons christelijk Nederland. Dat vind ik een ongelooflijk probleem. Dat de Bijbel, en dan staat hij in de kast, dat die niet eens een kwartier per dag dat iemand daarin leest. Dat is voor mij een probleem. En ik heb nog een probleem. En dat is het probleem wat niet echt persoonlijk van mij is, maar waar ik toch ook wel onder leid. Er zijn op deze aarde 1,5 miljard mensen die niet een Bijbel in hun eigen taal hebben. 1,5 miljard mensen. En daarom ben ik ontzettend blij met de Wycliffe. De Wycliffe Bijbelvertalers die doen alles wat in hun vermogen ligt om die Bijbel in hun eigen taal bij mensen te kunnen brengen. U hebt gehoord van Congo, hoe actief ze daar zijn. En dat vind ik fantastisch. Ik heb een paar mensen gekend die hun leven lang zich verscholen hebben in een land om die taal te leren en om te proberen in die taal van die mensen de Bijbel om te zetten. Ik heb geweldige bewondering voor ze. Dat heb ik dus ook voor de Wycliffe. En daarin, dat is mijn andere probleem, daarin, ja, de Wycliffe heeft u zo hard nodig. 2 dingen, vooral uw gebed en geld, want ze worden door niemand verder, ze hebben geen subsidie. Dus die 2 dingen, hè. En ik zou u willen vragen of u het goed vindt dat we voor die beide problemen toch even de Heere God vragen of hij met zijn geest in ons werken wil, zodat op allebei die vlakken er iets gaat gebeuren, er in Nederland iets gaat veranderen als het gaat om het lezen van de Bijbel.
en in de wereld iets gaat veranderen, veel sneller nog gaat veranderen om de mensen een Bijbel in hun eigen taal te geven. Zullen we bidden? Vader in de hemel, u bent de Almachtige. En u weet dat ik met deze twee problemen echt oprecht top. Ik kan niet begrijpen, Vader. En ik zeg het maar voor uw aangezicht. Ik kan niet begrijpen hoe iemand zich een christen noemt en nog geen kwartier per dag in de Bijbel leest. En hem thuis heeft in allerlei soorten misschien en toch. Hoe ze niet de smaak te pakken hebben van het lezen over u in uw woord, waar alles over u verteld wordt en over uw plan verteld wordt. Vader, we willen u bidden dat u in Nederland iets doet dat mensen gaan inzien welk een schat of ze in huis hebben. Net zoals die twee oude mensen die van die postwissels geen enkel verstand hadden en rijk hadden kunnen leven terwijl ze arm waren. En ik denk dat in Nederland heel veel christenen veel, veel rijker zouden kunnen leven, geestelijk rijker, als ze gingen beseffen wat een schat of ze in huis hadden als ze de Bijbel in huis hebben. Dat is het ene, Heer Vader. Wilt u wat doen in Nederland? Heer, iemand heeft eens gezegd, als eerste christenen maar eens christen werden. En dat bidden we u, Heer, dat u daar echt iets doet. En dat de mensen, uw christenen, uw woord gaan liefhebben met hun hele hart. En het echt gaan lezen. En dan een kwartier tekort gaan komen. En Vader, we bidden u voor de Wiklif. Dat is toch niet niks, Heere God. 1,5 miljard mensen, waarvan velen zo graag zouden willen dat ze over u konden lezen in hun eigen taal. En ze kunnen het niet. Vader, wilt u de Wiklif zegenen daarin? En geef dat ook daar een snellere stroomversnelling zal komen, Heer, in het brengen van de Bijbel in de taal van mensen. We danken u dat u de Almachtige bent, wij de Onmachtige, maar u de Almachtige. En dat u kunt wat wij niet kunnen. Vader, we leggen het in uw handen. We zien naar u op en we vertrouwen dat u daarin dingen gaat doen, Heere God. Dank u wel. Amen. Thank you.
Wat prachtig dat er gewoon in kerken in Congo, zelfs als er niet een volledige Bijbelvertaling is, gezongen wordt, God geëerd wordt en de naam van Jezus verhoogd wordt. Ik ben van de week in gesprek gegaan met Gerda en Gerben Budding. Zij wonen en werken in Congo en we kijken even samen naar wat zij te vertellen hebben. Gerben, Gerda, wat goed om jullie even hier te ontmoeten, al ben je heel ver weg in Congo. Eventjes voor mij een beeld, waar zit je nu? We zitten nu op het kantoor van Wycliffe in Bunia. Mm-hmm. En dat is een stad in het noordoosten van Congo. En dit is jullie werkplek of is dat aan je huis vastgemaakt of zoiets? Ja. Nee, het is echt een kantoor. Het is een regiokantoor van waaruit de Bijbelvertaalproject aangestuurd worden. Dus, Super fijn. Hey, ik ben benieuwd. Jullie werken al zo'n 5 jaar in Congo. Wat was je motivatie, Gerda, om naar Congo te gaan? Wil je er iets over zeggen? De motivatie was denk ik vooral gelinkt aan de Bijbel. We begrepen via het werk van Wycliffe dat er eigenlijk nog heel veel mensen zijn die geen toegang hebben tot een Bijbel in een taal die ze echt begrijpen. Dat sprak ons allebei aan, ook omdat we daarin iets konden betekenen. Om naar Congo te gaan, dat was eigenlijk meer een vraag van Wycliffe. Van, zou die gaan? En wij zeiden ja prima, waarom niet? Dus zo zijn we hier gekomen. Het is eigenlijk heel mooi om naast mensen te staan en ze toegang te geven tot Gods woord. Ja, ja. Wat tof. En Gerben, dan kom je aan in Congo. En is er dan iets waarbij je aan kan sluiten of moest je echt beginnen? Wat trof je aan? Er was hier wel een team. Dat was nog bezig met dingen. Maar dat was vrij klein en dat heeft ook alles te maken met geschiedenis van Congo. Er is oorlog geweest, dus er is in het verleden al heel veel werk gebeurd, maar dat is door de oorlog kwam dat stil te staan. Nou, na de oorlog zijn mensen weer opnieuw begonnen. En ja, het was een klein team waar we gewoon ingestroomd zijn en onze rol gepakt, zou ik bijna zeggen. Maar inmiddels, ik denk in de tijd dat wij zijn we wel, is het bijna verdubbeld. Dus we zien ook qua personeel zeg maar, dat het aan het groeien is. Wat bijzonder. Nou, dat is natuurlijk ook wel het geluid dat we vandaag willen laten horen, willen laten zien, waar we mensen in willen delen. Er gebeurt een boel in Congo. Wat is jullie rol daarin geweest? Wat heb je zien gebeuren de afgelopen jaren? Ja, toen wij in 2007 waren, was hier denk ik vanuit Bunia werd eigenlijk één Bijbelvertaalproject gecoördineerd. Maar een jaar later werden er iets van 5 of 6 nieuwe Bijbelvertaalprojecten opgestart. Dus daar waren wij vanaf het begin bij. Dat was heel... even kijken, ja, onze rol. Wij zijn allebei geen vertalers. Sowieso zijn de vertalers altijd Congolezen, want die kennen natuurlijk hun taal het allerbest. Maar om het Bijbelvertaalwerk heen zijn er ook andere dingen nodig. Ik heb zelf een onderwijsachtergrond. Bij een Bijbelvertaalwerk wil je ook, wordt er eigenlijk heel vaak een alfabetiseringsprogramma opgestart. Want je wil ook graag dat mensen de vertaalde Bijbel kunnen lezen. Dus dat is eigenlijk mijn rol om een alfabetiseringsprogramma op te zetten, om te zorgen voor een leesmethode, om te zorgen dat er leraren zijn die de lessen kunnen gaan geven. Nou, mijn rol, ik ben van huis uit IT'er en dat is ook mijn rol hier voor de Bijbelvertaalprojecten. En ik help het kantoor hier in Bunia, maar ook de vertaalprojecten die kantoortjes in de taalgebieden hebben, help ik ook met IT, ICT. En te zorgen dat ze computers hebben, dat ze zonne-energie hebben, dat ze internetverbindingen hebben en ook dat ze software hebben en weten hoe ze die spullen allemaal moeten gebruiken. Nou, wat mooi. Een ondersteunende rol dus eigenlijk, zodat de mensen ter plekke het werk kunnen doen. Dat hoor ik je zeggen. Ja, dat klopt. Het is wat Gerda al zei, van we proberen gewoon langs zij te komen en mensen ook gewoon te helpen en het werk eigenlijk te faciliteren. Dat valt denk ik gewoon heel, heel kort en bondig samen. Ja. Wat mooi. Wat proeven jullie nou van verlangen naar het woord van God, naar de Bijbel? Is er inderdaad iets waar je ziet van, er is een soort momentum dat de geest van God werkt in Congo en dat er een boel mag gebeuren? Wat wel lastig is, denk ik, is dat wij nog in hele jonge vertaalprojecten werken. Waar bijvoorbeeld nog maar net het Bijbelboek Lucas vertaald is en net gepubliceerd is.
Dus je staat eigenlijk heel erg aan het begin. Het is soms nog wel best wel een beetje lastig om te zien van, ja, het begint eigenlijk net. Je ziet vaak wel dat het een heel bijzonder moment is als zo'n Bijbelboek beschikbaar komt. Kijk, vroeger werd er vaak gewacht tot het hele Nieuwe Testament vertaald werd en dan werd er met een groot feest in gebruik genomen. Mm-hmm. Nu gaat dat eigenlijk veel meer in stapjes. Dus als Lucas klaar is, wordt het uitgegeven. Ook met een feest uiteraard. Je ziet wel dat mensen er heel blij mee zijn met het woord van God in hun eigen taal. Aan de andere kant moet je ook eerlijk zijn, je moet daar ook aan werken. Het is niet zo dat de hele community, de hele gemeenschap staat te springen als er iets klaar is. Ik bedoel, je moet daar ook aan werken en bewust maken van het feit dat hoe belangrijk het is om het woord van God te hebben in een taal die je begrijpt. Ik probeer aan te bedenken van, je hebt kerkjes waar dus stukjes van de Bijbel beschikbaar zijn. Hoe functioneert dat dan voor jullie? Je kunt scherp slijperijen, theologische discussies hebben over delen van de Bijbel. Maar ja, als je maar een paar delen beschikbaar hebt, gaat dat niet mis? Hoe werkt dat? Ik denk dat je goed moet beseffen dat heel veel mensen in Congo zijn. Dus je hebt natuurlijk je lokale taal, die spreek je thuis, die spreek je in je dorp. Dan zijn er mensen die kunnen ook Swahili, dat is de regiotaal. En dan heb je ook nog Frans. Dat is de nationale taal. Dus als je naar school bent gegaan, dan kun je meestal ook Frans. Er zijn eigenlijk best wel, ook in de gebieden waarin we bijbelvertalingen doen, zijn er wel Swahili-bijbels. Dus die zijn er al. Maar je ziet vaak dat mensen die niet helemaal begrijpen. Een dominee die preekt uit de Swahili-bijbel, maar ja, die begrijpt misschien zelf 60% van de Swahili-taal. Dus je begrijpt dat er af en toe wat mis kan gaan, ook in de preek. En wat je vaak ziet is dat als er dan een bijbel in de lokale taal komt, dat heel erg een geloofsverdieping geeft. Dat mensen zeggen, aha, oh, zit het zo? Oh, is dit zoals God is? Zeg maar. Dus het geeft heel erg een verdieping, denk ik, ook in het geloof van mensen. Een heel mooi voorbeeld wat we een tijdje geleden hoorden is het bekende vers uit Johannes 3, vers 16 van als we lief van God doen. Ja. En het Swahili woord voor wereld is eigenlijk grond of aarde. Dus mensen zeggen dat als van, nou ja, het is, God heeft de grond, de aarde lief. En dat is vanuit, nou ja, mensen kennen de vruchtbaarheidsscholen enzovoort, dus voor hen was dat op zich niet iets. Maar toen ze dat vertalen in het Runa, een van de talen die hier gesproken worden, toen kwamen ze achter, ja, het gaat niet om de grond, maar het gaat om de mensen op die aarde. Dus God had de mensen lief. En zo zie je dat het Swahili, ze begrijpen het wel, maar de boodschap komt eigenlijk niet goed over. Ja. En daar kan, denk ik, de Bijbel in moedertaal gewoon heel erg helpen. En dat zijn vaak de nuances die je wel heel erg toe doen. Dank voor dat goede voorbeeld. Probeer het echt in te denken. Dat je dus stapje voor stapje letterlijk de Bijbel beter leert begrijpen, omdat die beschikbaar komt in je taal. Ja, en verder denk ik, dat horen we ook iemand zeggen pas, het feit dat God zo dicht bij je wil komen, dat hij zelfs je taal wil spreken, dat op zich is al een hele grote boodschap. Ik was zelf heel erg getroffen door een dominee die zei van, toen voor het eerst het Bijbelboek Lucas werd voorgelezen in de gemeenschap, toen zei hij dat echt mensen zeiden van, ja, vroeger kwamen de zendelingen ook dit woord brengen, maar nu komt God zelf, nu komt Jezus zelf eigenlijk in onze gemeenschap. Hij komt zo dichtbij in zijn woord en dat in onze taal. Dat vond ik zelf wel heel mooi, dat mensen eigenlijk door de Bijbelvertaalwerk zien hoe ver God wil afdalen om zichzelf bekend te maken ook aan ons. Dat is wel heel mooi en heel bemoedigend ook. Ja. Wat prachtig dat jullie bij die kernnotitie van het evangelie mogen aansluiten en daarin mogen dienen en er mogen bijdragen. Heel bedankt voor wat jullie met ons wilden delen. We beloven dat we voor jullie bidden en van harte God zegen gewenst bij al die verschillende vertaalprojecten waar jullie bij betrokken mogen zijn. Dankjewel. Ga jullie goed. Ja, bedankt. Doei. Dat was het verhaal van Gerben en Gerda. En laat me er dan maar direct bij zeggen. We geloven en zien dat God werkt in Congo. Maar dat doet hij natuurlijk ook hier. En het kan zijn dat je geraakt wordt in je hart. Of dat je al langere tijd nadenkt over hoe kan ik mijn gaven, mijn talenten gebruiken in het koninkrijk van God. Als je daar nou vragen over hebt, als je er misschien wel over twijfelt. Als je graag eens in gesprek wil. Als je al heel concreet plannen hebt.
En je hebt net gehoord wat je opleiding ook is. En je hart gaat sneller kloppen bij verhalen van Wycliffe Bijbelvertalers. Neem dan alsjeblieft contact met ons op, zodat we samen kunnen zien wat Heere God voor jou zou hebben in zijn koninkrijk. En of we samen op weg kunnen. Nou, vanuit Bunia in Congo gaan we vervolgens nu naar Kisangani. Een ander district, een ander gebied waar in 8 talen gewerkt wordt. Waarin delen van de Bijbel, zoals je net ook hoorde van Gerda, vertaald worden. En ook alweer uitgegeven worden. Maar ook waarin mensen leren om Bijbelverhalen te vertellen. Met name van belang in die gebieden waar analfabetisme is. Waarin mensen niet kunnen lezen en kunnen schrijven. We kijken naar dat wat Marius, een van onze werkers in Congo, doet. Merci beaucoup. En tant que serviteur de Dieu, qui a sillonné toutes les provinces de la République démocratique du Congo, vraiment j'ai un rêve pour mon pays. Partout où je suis passé, collaborant avec toutes les églises, les confessions religieuses, j'ai un rêve de voir mon pays, la population de mon pays, être touchée par la parole de Dieu et afin que leur cœur soit transformé et par la parole de Dieu. Et surtout avec plusieurs méthodes, approches que nous utilisons, telles que la narration des histoires bibliques, la traduction du film Jésus dans les langues maternelles ou dans les langues locales, et puis surtout aussi avec la traduction de la Bible partout. Je pense que là, ça peut faire quelque chose. Donc en bref, ma vision, mon rêve pour mon pays est de voir toute la population congolaise transformée par la parole de Dieu à travers les méthodes que nous utilisons, entre autres la narration des histoires bibliques, la traduction du film Jésus en langue locale et surtout encore avec la traduction de la parole de Dieu dans nos langues et dialectes, tellement qu'on en a beaucoup ici. Vous savez, il y a des organisations, des organismes internationaux. Les gouvernements, toute autre personne a fait un effort pour contribuer à relever les défis de notre pays, de la population congolaise. Je peux parler de la pauvreté, je peux parler de la misère, la faim, les guerres ethniques qui ne finissent pas. Il y a même l'insécurité dans le pays et les gens vivent dans le désespoir. Alors je pense qu'avec la parole de Dieu, je pense que c'est très important parce que c'est seule la parole de Dieu à travers les méthodes que je viens de parler, de la narration des histoires bibliques, et la traduction du film Jésus dans plusieurs langues et la traduction de la Bible dans nos dialectes. En tout cas, c'est très important parce que c'est le seul moyen pour que le pays, la nation congolaise, soit transformée à travers la parole de Dieu. Dat was Marius voor de Congo-rivier in dat grote land. Ik hoop dat je genoten hebt. Dat je opnieuw onder de indruk bent geraakt over de waarde van het woord van God in je eigen taal. De kracht van het woord van God. En wij vinden bij Wycliffe gebed het allerbelangrijkste. Als je mee zou willen bidden, dank je wel. Zodat mensen het volhouden om daar in het Bijbelvertaalwerk betrokken te zijn. Maar ook de mensen ter plekke die daar wonen, leven en die de vervulling met Gods geest, al is die Bijbel er nog niet helemaal, uiteraard nodig hebben. Als je ook wilt geven, heel fijn. Doneer dan via de website of op de manieren die mogelijk zijn aan Wycliffe. Wij zorgen ervoor dat het geld op de goede plekken terechtkomt. In Congo, maar natuurlijk ook op andere plaatsen waar Wycliffe Bijbelvertalers werkt. En veel van ons zijn al betrokken bij werkers die waar dan ook ter wereld mogen dienen. Dank je wel voor je betrokkenheid en de steun die daaruit spreekt en het gebed waar we op rekenen. Ik hoop dat je na vanavond herinnert wat Pacifiek gezegd heeft. Hoe belangrijk veiligheid is. Dat raakt me dan opnieuw, omdat het voor jou en mij wellicht zo gewoon geworden is. Wees dankbaar voor de plek die God je geeft, hier in Nederland. Of op een andere plek waar je meekijkt. Ik hoop dat je gehoord hebt wat Henk Binnendijk heeft gezegd. Het belang van het lezen van het woord van God, zodat het voedsel voor je ziel is, wat de omstandigheden ook zijn. We hebben gehoord wat Gerda en Gerben mogen doen in Congo. Blijf aan hen denken. En wat mooi dat
dat ook Bram daarover vertelde met dat project 2025, dat er in zoveel talen op dit moment gestart is met Bijbelvertaalwerk. Het wonder van Congo noemde hij het. En ik wil me graag met hem verwonderen en God danken voor wat hij heeft gedaan. Fijn dat je erbij was voor nu. Geniet nog even van muziek van Christian Verwoerd, direct hier aansluitend. En vanuit Wycliffe zeggen we tot een volgende keer. Voor u.
ziel, ben je moe en onrustig en zie je het levenslicht niet. Er is licht als je kijkt naar de zijn glorie en licht. Door dood naar het eeuwige leven ging hij en wij volgen hem daar. De zonde heeft in ons geen kracht. Zijn wij overwinnaar. Richt je ogen op Jezus. Bewonder zijn heerlijk gezicht. Al het aardse zal dan de glans van zijn glorie en licht. Zal zijn woord je beschamen. Geloof hem en alles komt goed. Vertel dan de stervende wereld dat Jezus de zonden verzoekt. Je ogen op Jezus, bewonder zijn heerlijk gezicht. Al het aardse zal dan vervagen in de glans van zijn glorie. In de glans van zijn glorie en licht.
Worthy is the Lamb. Worthy.